Mag je dat straks proeven, stiekem? Dat kunnen we wel doen. Nog niet verder vertellen, maar dat gaan we straks doen. Ik ben in heaven. I'm in heaven. Gaat goed. Jee, een prachtig gezicht, man. Top, hè? Het is echt bizar mooi. Het verveelt ook nooit. Oh! Er zit wat bijzonders in. Namelijk? Mestsap. Mestsap. Ja. Stront, bedoel je? Stront, ja. En dit was wat vlees? Ja, neem dat lekker mee en ga dat straks bereiden. Dankjewel. Het was een woest genoegen hier. Hi Joshua. Hi, goedemiddag. Hi. Ik ben Jacques. Ja, welkom. Ik heb lamsvlees, ik heb kaas. Ik begrijp dat jij bier brouwt. Ja. En dat we een lekker biertje erbij hebben. Ja, klopt. Ik maak bier, maar ik maak ook whisky. Whisky? Ja, whisky. Texelse whisky. Oeh, dus het is leuk om daar te gaan kijken. Oh, echt gewoon mooie vaten. Oh, en nog veel meer vaten. Ja. Jeetje. We zijn nu 7 jaar bezig. 7 jaar? Ja. En afgelopen jaar hebben we steeds spirit weggelegd in de vaten. Ja. Om te rijpen. Ja. Ja, 3 jaar in 1 dag rijpen, dan mogen we het officieel whisky noemen. Prachtig. En wat voor whiskies zijn het allemaal? Nou, het gaaf is dat we allerlei recepten maken. Ook vooral met graan van het eiland. Maar vaten zijn ook heel belangrijk. Er zijn bijvoorbeeld vaten, daar heeft Tessen rode wijn in gezeten. Van de wijngaard hier op het eiland. Oh. En die maken geweldige wijnen. En het trekt ook weer smaak uit het vat mee. Ja. En dat is super. We zijn ook bezig met barrel-aged bier. Op whiskyvat. Heb je die ook hier? Die hebben we hier ook. We hebben zelfs een eerste batch klaar. Mag je dat straks proeven, stiekem? Dat kunnen we wel doen. Nog niet verder vertellen, maar dat gaan we straks doen. Ik ben in heaven. Nou, biertjes. Welke moeten we nemen? Ik zie een enorme keuze hier. Ja, we hebben een aantal vaste bieren. Dat is de Windkracht 6, 8 en 10. Ja. En dan de echte zwaarste variant is de 12. En wat seizoensbieren, zoals een vlierbloesembier, een wit bier en een porter. En als je met lamsvlees aan de gang wil, als je wat gaarder is, als er wat meer kruidigheid in zit, dan zou ik de Windkracht 10 aanraden. En de Windkracht 10, wat is dat voor bier? Dat is een type quadruppel. En dit is eigenlijk de zwaarste variant. Zullen we die eens proberen? Ja, dat is prima. Even proberen. Mondvullend. Ja, het is echt een vol bier. Het is een vol bier. Ik zeg altijd, het is een bier wat je eigenlijk met mes en vork moet drinken. Mm-hmm. Zoveel moutigheid, volmondigheid zit erin. Enorm. Ja. Het is echt bijna inderdaad snijbaar. Ja. Ik moet nog werken, dus ik hou het hier even bij dit slokje. Prima. Want jij had ook nog stiekem een klein beetje wat ik zou kunnen proeven van die barrel aged. Het etiket wordt aangewerkt. Oh, het is helemaal nieuw? Ja, het is helemaal nieuw. Ja. Oh. Ja, klopt. En wat is barrel aged eigenlijk? Barrel aged wil eigenlijk zeggen dat je het op eikenhout, op eikenvat laat rijpen. Ja. Het is zo zwaar dat koolzuur minder belangrijk is geworden en schuim. Ja, dan. Nou ja, het heeft ook het percentage van wijn, dus dan mag het ook. Ja, het gaat meer zelfs richting een liqueur toe. Ja, je hebt gelijk. Dit gaat inderdaad richting een liqueur, hè? Mm. Dit is een dessertbier. Potdorie, dit is een... kan je wel vertellen, dit gaat een cellar worden. Ja. Dit is echt een bijzondere bier, hoor. Ja. Echt, en hoe heet die? Heb je al een naam? Orkaankracht gaat die heten. Orkaankracht, ja. Nou, dat kan ik me wel voorstellen, zeg. Maar dan wil ik toch nog stiekem even ook nog een klein beetje whisky proeven. Ja. Mag dat? Ja, dat mag. 3 jaar oud of niet? 3 jaar. 3 jaar. Ja. Dat is de minimumleeftijd, dan mag je pas whisky noemen. Klopt. En op zich zegt leeftijd ook niet alles. Mag ik deze meenemen voor het voor bij lamsvlees? Lamsvlees. Tot de volgende keer. Ik weet je te vinden. Goed zo. Hoi. Mooi. Gezondheid. Verzamel de lekkernijen van Texel en nog wat knoflookijs van Wieringen. Gaan we wat lekkers mee maken samen met mijn
vriendin Annette van Ruitenburg, culinair schrijfster. Woont al 25 jaar op Texel, weet alles van alle lekkernijen hier op de Wadden. Dat wordt vast heel erg lekker. Hey Annette. Hoi Jacques. Hi. Lang geleden, maar ik heb hele lekkere dingen mee. Kijk. En daar gaan we wat mee maken, toch? Nee. Knoflookijs. Knoflookijs, van Wieringen, kaas, kramsvlees, bier. Helemaal compleet. Maar, ik heb zo hard gewerkt. Nou, dan heb je eerst even een vliersiroopje. Heb je het zelf gemaakt of niet? Zelf gemaakt. Ja, dat dacht ik al. Texels erf. Texels erf. Hey, hoe gaan we dit nu doen, dat lamsvlees? Gaan we even bakken, grillen, wat wil je? Ja, lijkt me lekker om het even te grillen. Ja, en met olijfolie, een beetje kruiden. Kruiden. Het zilteplanten, een beetje salade erbij. Zilteplanten, heb je die ook hier? Ja, die teel ik zelf. En die teel je zelf? Waar, hier in? Ik heb een bak in een tuin. Nou, zullen we eens kijken in die tuin dan. En... dit zijn de kruiden. De kruiden. Wat zullen we doen voor de... nou, rozemarijn, sari. Heb je wat tijm? Tijm heb ik daar. Ik denk niet dat we te veel moeten doen, maar... is dit de natte bak dan? Dit is de Siltehoek. Ja. De Siltehoek. Hier heb je lamsoor, dat heb ik net geplant. Ja. Lepelblad. Ja, heel erg mosterd. Die is een nasmaak voor die hele mosterd. Ja. Daarvoor nog wat fris, maar... zeekraal, maar die heeft het een beetje moeilijk. Ja, die moet nog meer zout hebben. En dit is strandbiet, ganzenvoet of melden. En dit is, ja, groot succes. IJskruid. Het is heerlijk. Ik maak ook wel salade met watermeloen en ijskruid. Dan heb je een beetje dezelfde... wat is het, een zachte textuur, joh. Maar dit kun je ook allemaal gewoon eigenlijk op het strand vinden. Of op de kwelders. Sommige plekken kun je de lamsoor en de zeekraal. Je mag het natuurlijk allemaal niet plukken. Dus dat is mag je dit allemaal niet plukken officieel? Nou, het is niet de bedoeling dat wij dat allemaal inderdaad uit het wild plukken. Dus dan is een mooie oplossing om het zelf te telen. Ja, dus je hebt hier gewoon je eigen kleine watje gemaakt. Ja. Kleine kweldertje. Ja, en de rucola, nou, die groeit inderdaad ook overal. Die groeit overal, dat is echt gewoon... dat is maar onkruik. Dit is dus ook zilte rucola. Even kijken of het ook... want het zal het bittere hebben van rucola. Maar... mooi. Oké, lekker hè. Alsjeblieft. Zo. Beginnen we met dit. Ja. Dit is altijd mooi, ook een beetje voor de garnering. Koteletjes. En eigenlijk hoef je ook, ik heb een beetje zout gedaan, maar ik wil het lamsvlees eigenlijk zo min mogelijk. Ja. We hebben al knoflookijs, maar ik vind het echt zonde om knoflook op dit mooie Texelse lamsvlees te doen. Ja, ik heb hier een beetje geknoeid, sorry. Je kan vast het kwartier maken, zoals dat heet. Hè? Nou. Oh. Kijk eens even. Eetje. Kijk eens. Oh, prachtig zeg. Oh. Alles van Texel, hè? En een klein beetje van Wieringen. Mm. Oh, lekker ook met die kruiden uit je tuin erbij, hè? Heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja. Hey, cheers. Ja, ik vind het een tikje aan de bittere kant. Het past er wel bij, het is krachtig, maar net een beetje een bittertje. Het heeft een bittertje, een beetje een... ja, ik doe er toch liever een rode wijn bij. Annette? Leuk dat je er was. Dank je voor dit heerlijke maal en voor de gastvrijheid.